Dit jaar viert de buurtvereniging De Bolle Biester haar 80-jarig bestaan. De feestelijkheden begonnen met een feest voor de hele buurt. Dankzij de sponsoren en de opbrengst van de Gouden Rommelmarkt was dit een geslaagde dag. Hier een samenvatting van de feestelijkheden. Kijk eens op, wat nam blokken om. Van harte welkom op dit 80-jarig jubileum van de buurtvereniging De Bolle Biester. U ziet, we hebben diverse attracties hier allemaal neergezet en we hopen natuurlijk dat u daar heel veel gebruik en plezier van zal hebben. Wij willen u namens het bestuur en namens al onze vrijwilligers natuurlijk hartelijk welkom heten en nu graag de opening aan onze voorzitter geven. Meneer de voorzitter, de heer Corrigon, ik heb een hele mooie staart en ik hoop dat u heeft daar geen stem voor nodig, u hoeft hem alleen maar door te nemen. Ik verzoek u de officiële opening van ons 80-jarig jubileum. Dan gaan we allemaal hip hip! Hoera! Dan is het natuurlijk tijd om feest te gaan vieren. We hebben daar natuurlijk ook onze muziek bij uitgenodigd. Wesley. Mijn lieve meid, ronde roze, door mij gekozen, voor de stad waar ik zoveel van had. Ja, la, 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 la. Voor jouw liefde en je trouw. Heel je leven aan mij gegeven. En aan heel mijn kinderschap. Daarom krijg je rode rozen. Een rode roos voor elk jaar. Hij zou de van kroegie naar kroegie, al deden zijn voeten ook zeer. Aan iedere klant daarna vroeg hij, wil u soms een strijkkreet meneer? Hij zou de van kroegie naar kroegie, al deden zijn voeten ook zeer. Aan iedere klant daarna vroeg ik, wil u soms een strijd geven, meneer? Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen.
uit het raam. Buiten huilt de wind zijn eigen lied. Ik voel niet eens de kilte, zelfs maar aan de diepe slaap. Wat ik voel is enkel mijn verdriet. Het leek me toch zo mooi, misschien te mooi om waar te zijn. Kon een ander jou dan zoveel geven? Goedemiddag, de leden, donateurs en sponsors. Het is 80 jaar geleden dat de buurt werd opgericht. En dat is een hele tijd. Sorry dat ik moet kuchen, mijn excuus daarvoor. 80 jaar geleden was de buurt in aanbouw. Enkele straten waren al bewoond. En er kwam een groepje mensen bij elkaar met de gedachte om een vereniging op te bouwen. De eerste straten waren Populierenstraat, Willerenstraat, Beukenstraat en een deel van de Iperstraat. De buurtvereniging werd een feit, werd opgericht. Maar met die buurtvereniging was er ook een voetbalvereniging, de VOP, voor ons plezier. Bij de oude mensen wel bekend. In het kort moest er een naam bedacht worden en dat hebben we zo vaak bij het historisch centrum gevraagd enzovoort. Maar het was kort op neer. Er werd een veemarkt gehouden op de Hamsmedekade en dat werd een beetje tumult met de koeien en met de stieren, terwijl bollen op zijn zools. Dus toen moesten die bollen, die moesten verplaatst worden en die gingen naar de Middelweg. Dus de Middelweg, dat is de aansluitende straat bij de buurtvereniging. Dus toen kwamen ze aan de naam de Bollebiste, omdat de bollen daar naar de markt gingen en biste is markt. Of schiesbos. Er waren alle activiteiten toen al in die tijd. Van oude mensen hebben we dat te horen gekregen. Toneelclub, groepszwemmen, openluchtbad, buurtfeesten, buurtreizen, praalwagens werden gemaakt. Ze deden mee in de optochten. De buurt was een buurt. Er ging meer dan één bus, dus meer dan 50 of 100 mensen, laat ik zo zeggen, kinderen, die gingen mee met een busreisje. Net als toen de Rea-reizen in Assendorp, was dat de reis van de Bollebiste. Het werd allemaal druk bezocht. Om namen te noemen, na al die jaren is te veel. Er zijn zoveel mensen en vrijwilligers geweest dat we dat niet allemaal op kunnen noemen of niet willen noemen. Want ieder lid is er één en ze zijn allemaal even dankbaar, wat ze ook gedaan hebben. Nu, 80 jaar later, is de Bollebiste weer een gezonde vereniging met 280 leden en donateurs. Het wordt aangevoerd door 5 bestuursleden, meneer Van der Ploeg, mevrouw Kloppenmaker, mevrouw Vuijf en mevrouw Schuurling. De dames zijn in de meerderheid, dat zie je dan. We hebben namelijk ook 18 vrijwilligers, namelijk in vaste groep die voor ons altijd alles doen. Dus het versieren, de boel klaarmaken voor Sinterklaas, voor het paaseieren zoeken, voor al die dingen meer, dus alle activiteiten, hebben we 18 vaste medewerkers, sorry. Maar we zijn trots op 2 personen die gehuldigd zijn door de koningin voor 5 jaar terug. Eentje is eraan bezig, eentje komt jammer genoeg niet. Dat is meneer Van der Ploeg. Die daar gehuldigd. Daar zijn we als vereniging vreselijk trots op. Daarnaast hebben we 2 ereleden, en dat is ook met trots te noemen, mevrouw Bredewold. En ook meneer Van der Ploeg. Meneer Van der Ploeg is de man. Meneer Van der Ploeg is de man die vanaf 84 alles bij heeft gehouden wat de administratie betreft, omtrent de kaartclub, de financiën enzovoort enzovoort en wat al niet meer zijn. Wij als vereniging betalen aan onze contributie 5 euro. Dat doen we omdat wij
minder draagkrachtige mensen in de buurt hebben enzovoort. En om iedereen mee te laten maken en mee te laten genieten met bepaalde dingen wat ze niet bij een ander, wat dat is veel te duur, kunnen waarmaken. Dus die mensen die vangen we op en dat noemen we binding in de club. En dat is een damesclub, een kaartclub, klaverjassen, bingo's iedere maand, busreizen altijd vol. En dan daarbij nog even vermelden, onze chauffeur Rob Vundering, die gaat al 30 jaar als vaste chauffeur mee. Dat is onder binding. En voor de kinderen gaan we, net als ik net heb genoemd, paaseieren zoeken, pallenpaasen, koopmiddag, wandklimmen, filmmiddag, Sinterklaas en dergelijke. En nog betaalbaar. Wij zitten onder binding, want we hebben in die tijd dat ik erbij ben, twee echtparen meegemaakt die in de vereniging zijn ontstaan. Dus dat was de familie Kluivert en dat was de familie Duin. Dus die kwamen allebei alleen te staan en die zijn getrouwd en die zijn nog in ons midden, behalve de familie Kluivert. Ja. Ja. Kort samengevat met die 80 jaar, het begon met de rommelmarkt, was een succes. Kranslegging, dat was midden in de vakantie, maar toch een goede opkomst. Waar we ook blij mee. De buurtfeest was gezellig, met alles erop en eraan en iedereen deed mee. Zelfs een Polonaise met pony en de kaart voorop. Maar iedereen heeft genoten, jammer dat er enkele dat niet meer hebben gekregen, want het was beren gezellig. De meeste maanden wel, maar het was beren gezellig. En de opbouw en afbouw allemaal vrijwillig. Dan wil ik nog eentjes noemen, laat ik zo zeggen, de heer Van Ommen van de WZV allen, die ons ook bijstond met het podium enzovoort enzovoort. Wat gebracht, wat gehaald enzovoort, ook een applausje waard. En vandaag de receptie en de feestavond. Maar de buurtvereniging heeft ook natuurlijk een beetje pech gehad altijd, heeft in de loop van de jaren veel rondgezworven van locatie naar locatie. Van de dieselschool bij de coöperatie, de oude mensen weten dat allemaal. Vandaar naar de school waar nu de brandweerkazerne staat. Het kaarten waren de heren bij het noorden, de dames gingen naar de Rembrandt 10. Al deze locaties gingen weg of kregen een andere bestemming. In 2010 stonden we op straat, zonder locatie. We kwamen bij de silo terecht, waar we met de uitbater, de heer Mulder, een goede verstandhouding hebben, al 7 jaren lang. Maar helaas, de gemeente denkt er anders over. Die willen sociale woningen, er moeten sociale woningen gebouwd worden. En de plaats waar de stilo staat, komt daarvoor in aanmerking. Want meer sociale woningbouw en een leverende buurt vergt ook een maatschappelijk en sociaal gebouw. Dat hebben we nodig voor de activiteiten. En om de mensen te binden, waar we nu ook al mee bezig zijn. Gemeente denkt daarover na. De buurtvereniging doet al jaren op papier verzamelen, met veel moeite en inzet. Deze extra inkomsten, daar kunnen we de mensen die het niet zo breed hebben, laten genieten. Dat is binding. En meer kunnen doen betaalbaar. Mijn persoon zal heus wel wat vergeten zijn, maar aan iedere aanwezige, namens bestuur en vrijwilligers, een fijne middag toegewenst en elk drankje en snapje op uw gezondheid. Namens de buurtvereniging De Wollebiesten. Voor meneer Corrie Lam even een heel hard applaus. Staan van uw mooie vereniging. En dat is iets om heel erg trots op te zijn, maar dat is vooral ook om verhalen over te vertellen.
Ik zit daar aan tafel met een aantal dames die al een hele lange geschiedenis kennen. Van de Bollebiesten, van de activiteiten, van de verhalen van de buurt. En meneer Corridon heeft net ook verhalen verteld van hoe het is gegaan in de buurt. En 80 jaar, als je daarop terugkijkt, dan verandert je buurt. Dan zie je de buurt om je heen veranderen. Je ziet de mensen veranderen. Er komen andere mensen, sommige mensen blijven. Maar wat u met elkaar heeft gedaan, met de vereniging, is altijd de verbinding zoeken. Want iedereen is welkom, jong en oud, waar je ook vandaan komt. Iedereen mag erbij. En het liefst wil u ook iedereen erbij. Want hoe meer leden, hoe meer vreugd, hoe meer vrijwilligers, met hoe meer mensen je de mooie dingen voor elkaar kunt doen. Van hele mooie uitjes, van fanatieke bingo. En van de verhuizing van de ene plek naar de andere plek. En u moet weten, meneer Van der Ploeg en meneer Corridon, die komen met enige regelmaat bij mij op gesprek. En dan wordt er gevochten voor de Bollebiesten. Dan wordt er gevochten. En ja, de laatste keer zelfs stampvoetend. Mevrouw Vedelaar. Ja, meneer Corridon. Maar we hebben afgesproken, hè? We knokken samen. Wat er ook gebeurt, we blijven helpen. En vandaag mag ik mede namens Travers, even kijken, waar zijn jullie daar? Ja. Want samen met de gemeente zo ongelooflijk trots op uw vereniging, wat u doet. En wat u voor elkaar doet en met elkaar betekent. Dat we een heel mooi cadeau hebben uitgezocht. We hebben een beetje bij u gevraagd, wat zou nou echt een mooi cadeau zijn? En symbolischer had u het niet kunnen bedenken. Want wat we vandaag mee hebben genomen staat symbool voor de stem die u geeft aan alle buurtgenoten. En een stem die hard gehoord mag worden, die luid en duidelijk mag zijn, om niet te vergeten dat de Bollebiesten er is, dat de mensen van de Bollebiesten er zijn en dat u met elkaar uw hele fijne wijk vorm geeft. Het is dus een hele mooie, flitsnieuwe microfoon met een mooie standaard namens ons. Namens mede namens Travers in de gemeente. En Hanneke, onze wijkmanager, gaat u die nu aanbieden. En meneer Corridon, ik heb één vraag tot besluit. Want u bent al heel lang voorzitter van deze prachtige vereniging. Dan weet u misschien dat ik de ambitie heb uitgesproken om ook voorzitter te willen worden van een mooie vereniging. En ik wil heel graag bij u in de leer om te kijken, voor degene die het niet weet, ik heb een kandidaat gesteld als voorzitter voor de Partij van de Arbeid. Die kan al wat gebruiken. Maar misschien dat ik bij u in de leer om net zo'n goede voorzitter te worden als u. Heel groot compliment aan het bestuur, alle vrijwilligers. En maak er vanavond ook een heel mooi feest van. Dank u wel. Daar houden we zo van. Lekker zoenen met elkaar. Ja. Ik weet naar alle feestelijkheden. Ladies and gentlemen. Maar allemaal een goede avond. Namens het bestuur bieden wij u een feestavond aan. Doe gewoon gezellig mee. Zing mee. Plaatjes op verzoek. Ja, alleen maar lief klein konijntje en lang zal die leven. De plaatjes kun je op verzoek aanvragen. Eén ding, we draaien geen plaatjes. Hoe doen we dat dan? Hoezo, plaatjes? Dus wat ik wou zeggen, maak er eens een fijne feestavond van voor jezelf. Lekker ontspannen, helemaal los. Dan gebeurt alles. Allemaal een fijne feestavond toegewenst en zet de bloemetjes buiten. Dank je wel. Of niet dan.
Dames en heren, bij elke vereniging hebben wij vrijwilligers. Bij elke vereniging waar wij trots op zijn, hebben we ook ereleden. Wij hebben echt mensen die ook door de koningin geridderd zijn. Dus als vereniging mogen we daar heel trots op zijn. Ik wil graag even naar voren roepen, Annelies Kloppenmaker. Beetje hard lopen. Francis Ruig. De Ruig. Annie Schuring. Annie van der Ploeg. Diana Schuit. Grietje Strijker. Suzanne Koolma. Sorry. Wieg Kolker. Winnie Corridon. Jannie Trendelman. Wat een koppel vrouwen, hè? Potsverdikkie. Gerda Lipman. En ons erelid Yvonne Bredewold. Nou, jullie zien, dat zijn allemaal dames. Europees kampioen geworden van de Bollewiester. Maar we hebben ook nog mannen. Namelijk graag naar voren. Herman van der Ploeg. Herman van der Ploeg. Hagi van den Berg. Gerrit Klompenmaker. Herman de Kasten. Engras. Wienand Bredewold junior. Onze uitbater Egbert Mulder. Jurian de Ruig. Ietsjes opschuiven, komt allemaal op de film. En de laatste, de kleinste, Corridon. Dames en heren, dit zijn onze mensen die alles voor ons organiseren. Het zijn allemaal mensen die altijd klaarstaan met Sinterklaas, met kinderspelletjes, met de filmmiddag, met het versieren, met het opbouwen, met het afbreken. Daarom een enorm applaus voor deze vrijwilligers. Dat zullen we graag vanzelf zien raken dat de dames die ons zo keurig bedienen, al onze vrijwilligers hier. Dit hebben jullie meer als verdiend. Jongens, die twee danspaar. Hartstikke mooi, goed gedaan. Ah, dit is een zonnige dag, laat me horen. Ik heb een zonnige dag. Tot ziens, jullie. En ik heb een trots dat ik met mijn afwegen kan zijn. Kijk, de buitenlander loopt voor.